Hallo iedereen, mijn naam is Willem en welkom bij LRDX Cars. Vandaag ben ik, zoals jullie kunnen zien, rond mij in de Stadsfeesthal in Antwerpen. Om te komen kijken natuurlijk, zoals jullie ook achter mij zien, de Alpine. Achter staat een Alpine A110. Hier in de Stadsfeesthal staat nog enkele weken tentoon, dus als jullie in de buurt zijn, kom zeker eens kijken. Deze Alpine A110. En ik zal er ook een beetje meer over vertellen in deze video. En dan gaan we ook nog natuurlijk eens bij Alpine langs gaan in Antwerpen, een showroom. Om een volledige review te doen van de wagen. Natuurlijk om ook eens open te doen. Maar ik zal ook al een beetje van deze vertellen die hier staat vandaag. De wagen die hier staat vandaag is natuurlijk mooie blauwe kleur zoals jullie kunnen zien. Maar het is niet de standaard blauwe kleur van Alpine. Echt Alpine blauw. Het is Blue Glacier Alpine. Heel speciale gelimiteerde kleur waar maar 110 modellen van gemaakt gaan worden. Zoals ik al zei is ook de gewone A110. De standaard Alpine. Deze met de 250 pk. Natuurlijk, zoals we hier langs op het bord zien, is er ook nog de A110S, de sportvariant, en de A110 GT, die 300 pk hebben in plaats van de 250. Ook iets meer sportievere setup hebben. Deze ook een heel speciaal velgendesign, ook met de gele remklauwen. Heel licht velgendesign, ook met de centercaps voor de banden makkelijk te wisselen. Dan, als we de voorkant eens gaan kijken, ook de standaard Alpine voorkant van vroeger. Ze zijn in 2018 terug begonnen met de wagens te maken van Alpine. Nog altijd in dezelfde fabriek als ze sinds de jaren 60 de Alpine's bouwden. Hetgene waarvoor de Alpines natuurlijk bekend zijn, is natuurlijk het heel goede wegligging en heel goede rijgedrag van de wagen. Waar je natuurlijk de middenmotor setup heeft. De middenmotor, deze met 250 pk, je kan hem ook in de 300 pk nemen. Het is een boxermotor. Die middenin ligt ook voor het gewicht laag te houden van de wagen, het gewicht naar het center toe te brengen. Deze met een mooie center uitlaat ook in het midden. En toch een beetje sportieve diffuser ook, zoals we kunnen zien. Dus voor iedereen die in de buurt van Antwerpen is of eens langs de Stadsfeestzaal komt, kom zeker eens kijken naar deze Alpine A110. We zullen ook nog eens bij de showroom langs gaan voor natuurlijk een volledige review van de wagen te doen. Volledige uitleg ook eens open te doen, bepaalde features laten zien. Doe zeker een duimpje omhoog als je een Alpine fan bent en doe ook abonneren, want we gaan natuurlijk ook nog de volledige review in de toekomst krijgen van de Alpine A110. Dan kan we hem ook eens vergelijken met de A110S, de sportvariant. Komt er ook zeker aan in de toekomst, dus tot de volgende video. Doei!